koud, zeg ik. Op de fiets is echt heel koud. Handschoenen uit. En mijn sleutels. En mijn tas. Jongen. Dus uit, ja, die hou ik zo meteen wel op. Computer aan. Hey, wat is dit nou? Dat is een brief. Zou ik hem open kunnen maken? En weet je wat ik denk? Ik denk dat het voor de hele school is. Dat doe ik later. Dat lijkt me een goed idee. Ja, goeiedag kinderen van de Gert van Wijk School. Moet je nou kijken. Vond ik vanmorgen op mijn bureau. En ik denk stiekem dat hij helemaal niet voor mij is, maar dat hij voor ons allemaal is. Dus, weet je, zal ik hem eens openmaken. Ja, kijk maar, weet je wat er staat? Lieve kinderen, meesters en juffen van de Gert van Wijk School. Jongen, de Sint is gestrand. Maar, jongens en meisjes, wat is er dan ineens aan de hand? Sint kwam samen met Piet alvast de buurt verkennen. Want in Nederland is het voor de Sint best een beetje wennen. Nu reed hij met een klein autootje langs de Gert van Wijk School. En die auto van de Sint, die kreeg het in zijn bol. Gekke geluiden, heel raar gepiep en akelig gekras. Is het de accu, de vering, of is de auto gewoon niet in zijn sas? Wat het ook zij, de auto van de Sint is stuk. En Sint zit hier vast. Hij heeft geen geluk. Alleen een klein tentje, dat had hij nog mee. Maar Sint is gewend aan luxe en een heerlijk warme bedstee. Dus, lieve kinderen, dit is onze vraag. Hebben jullie een fijne slaapplaats voor de Sint? Het liefst nog vandaag. Een lekker warm, mooi en gezellig hotel. Dat is wat de Sint zoekt. En dat maken jullie vast wel. Sint houdt van versieringen. En iets om mee te slapen. Als Sint al denkt aan een lieve knuffel of een warm bed, begint hij al te gapen. We komen snel kijken of het hotel goed genoeg is voor onze Sint. Dus snel aan de slag en zorg dat jullie hotelkamer wint. De mooiste en gezelligste kamer. Daar slaapt de Sint het liefst. En Piet komt volgende week testen. Die komt wel op de fiets. Dag lieve kinderen en juffen en meesters. Lief dat jullie willen helpen. Groetjes van Piet. Oké. Jullie moeten dus hotelkamers maken. Maar dan moeten we wel snel doen, want eigenlijk wilde hij het liefst vandaag. Dus die kamer, hè, in jullie klas, die moet heel mooi worden, want die moet natuurlijk winnen. En die moet klaar zijn voor 24 november. Helpen jullie mee? Moet lukken toch? Tot snel! Dag!